De eigenlijke titel was Mijn verleden, een schop eronder. En nou moeten we dus vertellen over de mijnsluiting, wat dat teweeg heeft gebracht. Toenertijd, denk ik, toen ik dat helemaal niet zo erg vond. Ik kreeg dat thuis zo niet mee. Ik weet dat mijn vader, heb ik deze week toevallig gehoord van mijn moeder, iets later op de staatsmijn Emma weg mocht. Hij was daar bankwerker. En fijn bankwerker. En hij ging naar DSM. Als bankwerker grof. En dat beviel mijn vader totaal niet. Plus, hij kwam, dat weet ik nog altijd goed herinneren, dan kwam hij thuis. Ik haalde hem vaker af bij de bushalte. Ik ging met de bus naar DSM. Werd weer netjes teruggebracht. Dan halte bij bakkerij Hagedoorn in Hoensbroek. Trouwens, Marieraden ben ik geboren. Mijn vader is in Hoensbroek geboren. Later zijn we naar de Dr. Philipsstraat verhuisd in Hoensbroek. Vanuit de woning van mijn oma. Daar ben ik geboren, Amstradenweg 56. En waar was ik gebleven? Dan haal ik hem dus op bij bakkerij Hagedoorn. Hij was blij tot hij weer in Marieraden was. Want het stonk daar. SBB. Het stinkt daar. Beviel hem totaal niet. Toen heeft hij gevraagd op een gegeven moment voor iets anders. Die kreeg hij een omscholing. En toen werd hij werkvoorbereider op DSM. In 1988 ging hij in de fut. En als familie uit Brabant kwam, mijn moeder komt van Brabant, van Gelderop bij Eindhoven, dan vertelde hij altijd aan bezoek de werkzaamheden die hij deed als werkvoorbereider bij DSM. En mijn moeder zei van de week nog, och, jouw vader, dan kwam die weer thuis. Dus zegt hij zo, heb ik weer een handtekening mogen zetten onder een order van honderdduizenden euro's. Bezoek vertelde hij hoe hij een fabriek daar stop moest leggen als werkvoorbereider. Van begin tot het einde, tot het opstarten. En als het opstarten niet meteen, zegt de 23e moest gebeuren, ik zie de 23e aan, dan kost dat 1 miljoen gulden per dag. Ik geloof dat ik nooit gehoord heb tot die datum niet bereikt was. Dus denk ik, die had iets goeds gedaan. Door die mijnsluiting probeerde hij mij wijs te maken, en mijn moeder, onze zoon moet een vak leren. Nee, zei mijn moeder, onze zoon heeft hersens, die moet doorleren. Dus na de lagere school, 68, 69 zal dat geweest zijn, nooit blijven zitten, ben van 61, ging ik naar naar de Sint-Jans College, brugklas. Het was heel nieuw voor mij daar. En ik dacht, hier die brugklas en dan de rest van die jaren hier op Sint-Jan. Dan moet ik wel verrekte veel leren. Na het eerste jaar ging dat ook mis daar. Maar toen ging ik naar het Broekland College in Hoensbroek. Naar de MAVO. Toen zei mijn moeder, weer tegen mijn vader, laat hem maar eerst de MAVO doen. Geen vak, laat hem maar eerst de MAVO doen. Die MAVO doorlopen, op mijn sloffen. Dan moest ik doorleren naar de HAVO. Oké, naar de HAVO. Oh, weer allemaal dat leren. Is die HAVO voorbij? Weer geslaagd, zonder zitten blijven. Nee, nog steeds geen vak. Hij moet doorleren. Ga ik naar de Zuid-Limburgse laboratoriumschool. In Sittard. Na het eerste jaar, eigenlijk net voordat het bijna was afgelopen, zeg tegen die directeur, ik kom niet meer. Ik vertelde dat thuis mijn moeder. Terug jij, je gaat je excuses aanbieden en kijk tot je tweede jaar daar kunt gaan doen. Ik daar naartoe, hem de excuses aangeboden, maar gezegd, ik kom niet meer terug.
Ondertussen was ik 18 geworden. En waren er al twee brieven verschenen voor melden militaire dienstplicht. Nou, zei mijn moeder, dan ga je nu maar militaire dienst in. Ik militaire dienst in. En dat beviel. Ondertussen werkte ik ook in Hoensbroek op het zwembad. Ik werkte op een sportfondsenbad. Ik deed mijn dienstplicht. Ik bleef nog even iets langer omdat ik dacht, ik word officier speciale diensten. Ik had een keer gesolliciteerd als politieagent. Alles goed doorlopen, nou het makkelijkste, zei ze. Dan moet je naar Kerkrade en dan krijg je de medische keuring. Word ik afgetest om mijn ogen licht te maken, kleurenblind. Keur ze tegenwoordig geen hond meer op af. Maar goed, afgetest. Diezelfde dag moest ik nog rijexamen doen. Ik met de zondap naar Caldeborn. Die examinator die gaat naast me zitten, benen over elkaar. Ik dacht, als hij nou de hele les zo blijft zitten, heb ik het. En dat was ook zo. Dus dat had ik gehaald. Officier speciale diensten. Keuring gehad. Moest ik bij die psycholoog, geloof ik wel, ja, psycholoog komen. Zegt hij, je hebt de psychotechnische test niet goed gemaakt. Ik zeg, en? Nou zegt hij, als je nou die schroef niet kunt vastdraaien, dan kun je dat over 20 jaar ook niet. Ik zeg, dan ben ik een stomme klootzak als ik dat niet 20 jaar niet geleerd heb. Dan kom ik over dat leren. Mijn vader was bankwerker op de Emma. Thuis deden we hem verbouwen. Ik moest handlangeren. Thuis deed hij lassen. Ik moest hem helpen met lassen. Ik kreeg verkering. Ik moest hem helpen met lassen. Hij, dat was min of meer zijn hobby. Maar de hele buurt die kwam, Bob. Over Bob gesproken, ik breng even nou van hak op de tak. Hij heette eigenlijk Frans. Maar door zijn moeder, die uit Slovenië kwam, werd hij Boep genoemd. Hij was een nakomertje en Boep was Boep. En dat werd toen overgenomen. Hij ging naar de, niet naar de OVS, want ondergronds, volgens mij had hij er ook een hekel aan. Hij werd bovengronder, bankwerker. En daarom zijn ze hem altijd Bob blijven noemen. Dus moest ik Bob heel vaak helpen, ook in mijn verkeringstijd. Met Boep. Ik wil niet zeggen dat ik 1 vriendin heb gehad, ik heb er meerdere gehad. Maar ik moest hem vaak helpen. En dan moest ik hem stukken wat glas moest worden. Zegt hij, trek die handschoenen aan. En je geeft geen krimp. Ook met slijpen. Oh god, nee, die vonkenregen. Je geeft geen krimp. Vasthouden. Leven is hard. Zei hij heel vaak. Nou. Nou komt die mijnsluiting. De kern. Ik wilde als 6-jarig jongetje gaan vissen. Zegt mijn moeder tegen mijn vader. Die moet eerst een zwemdiploma halen. Ik weet nog, we waren een keer in Egmond, aan zee. Een van zijn broers, die wilde hier die termijnen in. Die ging naar de Hoofovens, dus daar werd ook een familie Ulaga gesticht. En stonden we aan zee en dan zien we zo die golven komen. En hij rende achteruit. Toch was dat, hè? Mijn vader rende achteruit voor wat water wat komt. Ja, zei mijn moeder, die is bang voor water. Goed, 6 jaar, ik ga op zwemles. Bij de watervrienden Mijnstreek, heel toepasselijk. En mijn vader wordt ook lid. Leert het zwemmen en die gaat door. Wordt assistent zwemleider, zwemleider. Badmeester niet, dat is een algemeen begrip. Zwemonderwijzer. Tot aan zijn dood kwam hij door heel Nederland. Want ze vroegen hem, examinator, daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. Dus water speelt op een gegeven moment een hele grote rol in zijn leven. Mijn leven. In 2012 is hij gestorven. Kort daarvoor, mijn vrouw die deed waken 's nachts bij hem. Toen zei hij tegen mijn vrouw, nou word ik weer emotioneel.
Ik wou dat ik vroeger meer tijd had kunnen besteden aan mijn zoon. Toen mijn vrouw dat vertelde, heb ik geslikt. Ik dacht, hoe kan dat nou? Die man die heeft dus op de Emma continu-dienst gedraaid. Moest veel werken, maar ook veel slapen. Door dat slapen van hem overdag, 's avonds, werd ik de koelbatteraaf. Spoor lag bijna naast onze voordeur. Dat was mijn, en ook van andere vriendjes, het speelterrein. Dus in de woonkamer, mijn moeder woont er nog, als je daar zat, dan zag je de schacht van de Emma. Zat je op de bank, keek je tegen de schacht omhoog. Geweldig. Kort in de buurt was een revisieplaats. Er werden locomotieven werden daar onderhouden. Stukje verderop had je de brug van de Akerstraat in Hoensbroek. En achter die brug begon de Emma. En wij als kinderen, ik vaak ook alleen, probeerden achter die brug te komen om op de Emma terecht te komen. Maar net voor die brug had je een heel groot herenhuis, een opzichtershuis. Maar dat opzichtershuis was bezet door de mijnpolitie. En het lukte me nooit om voorbij die brug te komen. Altijd die klote mijnpolitie. Daar waren ook altijd spots op gericht, hè? Er was altijd verlichting. Op de brug? Nee, op dat grote herenhuis van de mijnpolitie. Oh, dat weet ik niet. Dat kan ik me herinneren, maar dat komt ook van de Hoensbroek. Aha. Ja. Kan. Maar, weer met mijn sluiting. Die schacht, die wordt opgeblazen. Ik sta er ook in de buurt. Dat gaat mis. En ook een deel van de volle laag krijgt dat herenhuis waar de mijnpolitie in zat. Dus dat werd flink beschadigd. Nou, dat was een zegen. Zo kwam het over. We zijn met vrienden ook naar Lange Lies, Lange Jan gaan kijken. Vooral toen die ene, Lange Jan, hè. Verkeerd viel. Geweldig. Nu denk je van, ja, hoe heb je dat ooit kunnen waarnemen tot dat geweldig was? Een andere zus van mijn vader woonde in Kerkrade. En altijd reed mijn vader over die zwarte wegen, noemde ik het. Dat was zeer depressief. Allemaal langs die kant van die Duitse grens met die zwarte steenbergen. Bah! En dan stond ik bij mijn ouders op de slaapkamer. Dan keek ik door het zijraam. Op dat zwart allemaal, ook die steenberg daar in Hoensbroek. En dan keek ik de andere kant uit, de kant van Brabant, waar mijn moeder vandaan kwam, daar was alles groen. Dat was geweldig. De mijnsluiting. Ik zeg je, ik heb daar, toen hij daar wegging, in het begin niet zoveel van meegekregen. Maar eigenlijk ook al die jaren dat hij daar weg was, heeft hij er weinig over verteld. Terwijl het zijn trots was. De Emma, dat was zijn trots. Hij was bankwerker. Een paar weken geleden zei mijn moeder nog. Toen vroeg ik haar, ja, wat heeft pap allemaal precies gedaan daar? Hij had me nog eens een keer meegenomen als klein kind. Was geweldig. Toen zei mijn moeder. Ze had hem altijd, ach, je vader was maar een bankwerker. Maar goed, nu is hij dood en nou is alles positief. Toen zegt ze, ik geloof dat hij 27, 28 jaar was. Toen kreeg hij de leiding over de liften. Die liften, zeer belangrijk, die moesten feilloos op en neer. Er was wat gebeurd, toen hebben ze gezegd, Bob, jij eraan. Sinds die tijd, volgens mijn moeder is daar niks meer misgegaan, daar bij de Emma. Met die lift, die hij onder, ja, hoe noem je dat? Onder toezicht had. Als wat kapot was, noem maar op. Hij moest het maken. Heeft veel voor de buurt gemaakt. Veel voor mij ook. Kocht toen een woning een keer. Och, alles werd roestvrij staal. Maar hij moest altijd even prakkezeren. Dat even, dat tergde je geduld. Dat was soms dagen, weken. Maar de oplossing, die was daar. Mijn moeder, mijn familie,
Vrienden, bekenden, buurt, allemaal moeten ze hem dankbaar zijn. Want veel dingen gaat niet meer kapot. En dat was zijn bedoeling. Als ik iets maak, heeft hij nooit gezegd, dan is de bedoeling niet kapot, dat het niet kapot gaat. Het laatste nog, ik zit aan de tijd nou ongeveer, ja. We zijn eventjes verhuisd van Hoensbroek naar Putschenne. Dat liep daar een beetje mis met de buren. Maar daar had hij voor mij, omdat ik kwam daar op een peuterschool terecht en hadden ze allemaal skeltertjes. En had hij voor mij een skelter gemaakt. Niet van roestvrij staal, maar van ijzer. Dat ding dat was loodzwaar. Als ik daar een put de Butterberg afging en zo en weer omhoog, ik was kapot. Niet kapot te krijgen. Met die skelter was ik de schrik van put. Dat heeft mijn moeder allemaal verteld. De kolenwagen, die chauffeur daarvan aan het schrikken gezet. Ik kreeg met de skelter onder de kolenwagen door, terwijl de kolenwagen door de straat reed. En noem maar op. Ik kan wel zeggen, ik heb een fijne jeugd gehad. En mijn vader, die heeft veel geleerd, mij veel geleerd. En wat hij zei, onze zoon moet een vak leren. Tot op de dag van vandaag heb ik nog geen vak geleerd. Dank u.